Ja, ze is een van de meest succesvolle actrices. Een waar sekssymbool en een icoon uit de jaren 50. Marilyn Monroe. Het is vandaag 60 jaar geleden dat zij is overleden. En tot op heden blijft zij voor jong en oud een inspiratie. Geboren in 1926 als Norma Jean Baker, hopt ze als klein meisje van pleeggezin naar pleeggezin, omdat haar eigen moeder niet in staat is om voor haar te zorgen. One morning I was having a bath actually, and I referred to the woman as mama, and she said, I'm not your mother, the one who comes here with the red hair and so forth, she's your mother. Ze ruilt het harde bestaan als pleegkind in voor een nieuwe wereld, Hollywood. Dit is het moment dat haar alter ego ontstaat zoals wij haar kennen. Ze verft haar blond en verandert haar naam naar Marilyn Monroe. Take me in your arms. I was shivering in the storm. I walked in and asked a gentleman. Beroemd is haar verjaardagslied voor de Amerikaanse president John F. Kennedy, met wie ze in het geheim een relatie had. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Niet veel later gaat het bergafwaarts met de actrice uit de jaren 50. In de nacht van 4 op 5 augustus 1962 overlijdt Marilyn op tragische wijze aan een overdosis drugs. Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. Vandaag de dag is Marilyn nog steeds een inspiratiebron voor velen. Lock me in your arms forever. That's a place I want to be. Echt, zij spat aan alle kanten zo van het scherm af. Zij komt nog steeds zo binnen. En als ik dan naar jou kijk, terwijl jij naar dit filmpje kijkt, dan zie ik juist een soort van melancholisch, een beetje tragische blik bij jou. Klopt dat? Nou, dat is zo, omdat je bij alles je realiseert dat wat je ziet een soort van façade is. En dat er achter de schermen heel veel gebeurde in dat leven. Heel veel van die onderwerpen waar wij eigenlijk vandaag ook over praten ten opzichte van hele andere mensen, dat zit blijkbaar bij het sterrendom. Dat krijg je mee als je beroemd wordt. Maar kijk, wat je ziet, het is zo mooi. En het lijkt iedere keer natuurlijk, je komt terug in de jaren 50 als je naar die beelden kijkt. Maar zij is een combinatie van ster en van erotiek. Ja. En daardoor voelt volgens mij man en vrouw of iedereen voelt zich een soort van aangetrokken, ja, door dat type. En door jaar in jaar uit is dat zo. Op de meest vreemde plekken kom je bij mensen thuis en dan hangt er ineens een foto van Marilyn Monroe. En dan, ja, denk je, wauw, hebben jullie iets met film? Of nee, ze hebben iets met die vrouw. En dat is, denk ik, voor een deel geilheid. Maar het is ook inspiratiebron in van, zij heeft het gecreëerd dat het domme blondje misschien wel eens een heel slim iemand zou kunnen zijn. Weet je wel, want ze was voor iedereen natuurlijk een beetje zo, oh ja, daar heb je haar. Op de set werd er ook zo naar de gekeken, weet je wel. Ze moest vechten om en tegelijkertijd ging zij van de ene naar de andere beroemdheid. Ze is 9 maanden getrouwd geweest met die sportman, DiMaggio, weet je wel. Het was een hele intense relatie. Die man, en ik denk dat ze tot het einde toe, aan het einde van haar leven van elkaar, ja, gehouden hebben. Want hij heeft ook voor hun beide een graf gekocht, maar ze waren al uit elkaar. Zij is bijgezet in het graf in Westwood. Ik ben er ook geweest, want dat doe je als je daar een toeristische route doet. Er liggen heel veel sterren. Dat graf boven haar was gelijk op de markt, want mensen wilden allemaal daar liggen. Dus een vrouw heeft dat gekocht. Die kon het op een gegeven moment niet meer betalen. Is het op de veiling aangeboden. 3,5 miljoen heeft hij daarvoor betaald. Zo. En Hugh Hefner, de beroemde Hugh Hefner van Playboy, heeft het graf aan de zijkant naast haar gekocht. Want hij zei, ik wil na mijn dood natuurlijk altijd naast de, tuurlijk, mooiste vrouw van het leven van de wereld liggen. Stel dat zij nu nog, zeg maar, had geleefd. Dat vroeg ik mij dus ook af bij het zien. Wat dan? Nee. Stel nou dat zij nu nog had geleefd. Was zij dan zo'n grote ster geworden? Ja. Nou ja, dat, als je kijkt naar, zij is een inspiratiebron voor heel veel mensen. We hebben het net over Lady Gaga, maar denk aan Madonna. Dus haar imago en wat zij heeft neergezet is, denk ik, dat is voor altijd. Dus die, ik denk ja, want ze zou nu denk ik 92 geweest zijn of zo in deze tijd. Ik denk dat als je kijkt naar haar carrière en hoe ze het heeft aangepakt uiteindelijk, een relatie gehad met een hele intellectuele schrijver, Miller. En ik denk dat ze
het wel had gered. Ze werd steeds beter ook als acteur. Ja. Maar denk je niet, want ze kon toen eigenlijk de druk, de betrekkelijke druk in de jaren 50 al niet eens aan. Nou, die druk is natuurlijk alleen maar meer geworden tegenwoordig. Ja, nou kijk, het is een combinatie van een aantal dingen. Heel ingewikkelde jeugd gehad, echt hele nare dingen in haar jeugd. Dan vervolgens word je min of meer van Norma Jean ineens Marilyn Monroe. Iedereen wil wat van je. Ze komt in een bedenkelijk circuit terecht, want iedereen zegt ze is aan drugs overleden, wat overigens de meeste mensen niet wisten dat ze verslaafd was. Anderen zeggen ze is gewoon vermoord, omdat ze heel veel wist vanuit de FBI, vanuit het politieke circuit. Ze had natuurlijk relaties met zegt men, met John F. Kennedy, de president, ja, en zijn broer Robert. Dus het was een hele controversiële vrouw die wel midden in het leven meer stond. Wist. Ja, ik vergelijk haar altijd met Princess D, de prinses Diana. Ja. Ik vond haar ook altijd, iedereen vindt haar altijd bijna een sekssymbool. Een mooie schoonheid om naar te kijken, inspiratie. En tegelijkertijd kan ze de inspiratie misschien niet uit zichzelf halen. En zie je dat dit soort mensen eigenlijk alleen maar depressief zijn. Dat zie je ook in haar vraagstelling als ze vragen aan haar of ze gelukkig is. Ja. Dat ze dat eigenlijk helemaal niet is. Terwijl iedereen in de hele wereld denkt, maar zij heeft alles. En tegelijkertijd denkt zij, ik heb misschien helemaal niks van binnen. Wat ik wel apart interessant zou vinden, want zij heeft ooit gezegd, en ik bedoel, het is zo lang geleden, hè, dat ze overleden is. Ja. Maar in die tijd waren ze blijkbaar ook al bezig met facelifts en zo. Okay, en zij heeft toen uiteindelijk gezegd, facelifts ga ik nooit doen, want ik blijf mijn eigen gezicht gewoon altijd vieren. En zo. Ik vraag me af of dat gelukt was, al die jaren later. Hoe had zij er vandaag de dag uitgezien? Nou, daar zijn ook wel eens foto's van gemaakt. Van de oude Marilyn Monroe, als ze nog geleefd zou hebben. Maar in principe, mooi, was er, waren het mooie? In essentie mooi. Ja. Ik wil heel even naar jou, Bart, want de media die heeft heel veel invloed gehad op haar leven. Hè? Ja, daar hadden we het net al over. En tegelijkertijd konden ze natuurlijk ook geen grip op haar krijgen. Dus ze hebben ook heel veel dingen nooit gepubliceerd. Haar drugsgebruik en zo. Het merendeel van de Amerikanen en van de wereld wist niet, precies wat René zegt, dat zij zo'n enorm drugsprobleem had. Dus ze zijn aan de ene kant heel hard voor haar geweest als het ging om haar relaties. Mm-hmm. Ze werden allemaal breed uitgemeten in de pers. Maar tegelijkertijd hebben ze ook wel een hoop gelaten en verzwegen. Ja, omdat je wil natuurlijk, ze wilden ook aan haar verdienen. En dat deden ze omdat zij zo'n ongelofelijke ster was. Ja,